In deze aflevering van Kijken naar Beelden besteden we aandacht aan kunstwerken en beelden die in Boxtel, Liemt en Lennisheuvel zijn geplaatst tussen 1985 en 2005. Bij het wooncomplex aan de Van Hoornstraat vinden we het kunstwerk Drie vrouwen. Drie nieuwsgierige vrouwen, elk met hun eigen karakter en postuur. Een levensecht tafereel. De brutaalste staat voorop. De middelste is iets terughoudend en de achterste staat op veilige afstand, maar wil ook vooral niks missen. Dat alles wordt lijfelijk uitgedrukt, in houding en beweging. En die zie je ook door de kleding heen. Op de hoek van het Staartse pad en de Kruisbroekse straat vinden we het beeld Kringloop. Door vormgeving en kleurstelling verbeeldt het kunstwerk de kringloop. Deze is essentieel voor het bestaan van plant, mens en dier. De diagonale opstelling doorbreekt het horizontale karakter van het landschap en vormt een contrast met de verticale lijnen van de bomen. Het beeld is ten opzichte van het fietspad schuin geplaatst. Bij het langsrijden krijg je daardoor een steeds wisselende aanblik. Bekijk je het beeld van zijn kopse kant, dan lijkt het wel een kringloop van twee grote tulpenbladen. Van opzij zie je dat de constructie is opgebouwd uit twee overlappende segmenten van een ellips. Het ene segment heeft een aardse terracotta rode kleur en het andere is ultramarijn blauw, wat doet denken aan lucht en water. De getande assen van deze beide segmenten grijpen ineen en zorgen voor evenwicht. Het beeld leunt over de grote lage sokkel die te gebruiken is als zitplaats. Voor de MBO-school Sint-Lucas staat het kunstwerk Vorming. Transformatie. Een gestroomlijnde, golvende vleugel verheft zich als een boek. In de vleugel is ook een kiem te zien. De golvende vlakken en wervelende lijnen van deze lange, zwevende kiem buigen af tot op de grond, om zich dan met een knik via scheve en afgeronde vlakken te transformeren tot het schuin oprijzende, uitwaaierende boek. Daarin is de naam Sint-Lucas gestanst. Woonzorgcentrum Molenweide aan de Achterbergstraat staat het beeld Zorgaanbieder en Zorgvrager. Dit kunstwerk heeft iets weg van siersmeetwerk. Het zou een broche kunnen zijn. Een jonge man en vrouw in de bloei van hun leven zijn verwikkeld in een wervelend waterballet. Hun gestroomlijnde lichamen tekenen zich af tegen de turbulente golven en flarden zeewier. Ze weten zich gedragen door het water, maar kennen ook de vernietigende kracht ervan. Als trapezewerkers gaan ze tot het uiterste en vertrouwen op elkaar. Ze hebben samen een vangnet gespannen dat hun beweging volgt. Bij de Rotonde Munsel vinden we een kunstwerk zonder titel. Als men rond de rotonde rijdt, biedt het lichtgrijze kunstwerk steeds een ander aanzien. Het kunstwerk is opgebouwd uit twee palen van ongelijke lengte. Beide staan schuin, maar elk onder een andere hoek en in andere richting. Tussen de staanders zijn drie rechthoeken opgehangen, die in grootte verschillen en lijken te zweven. Elk raam hangt op een andere hoogte, onder een andere hoek
en in andere richting. Het uiteindelijke effect wordt bepaald door de wisselwerking tussen deze ruimtelijke constructie en onze veranderende blikrichting wanneer we er omheen bewegen. In Park Molenwijk vinden we een kunstwerk zonder titel. We zien een levensgroot mensbeeld dat met het rechterbeen voorzichtig voorwaarts tast. Houding en beweging drukken een mengeling van gevoelens uit. Nieuwsgierigheid en terughoudendheid houden elkaar letterlijk in evenwicht, maar zonder elkaar te verlammen, want de stap naar buiten wordt toch gezet. Dat spreekt uit de richting van het hoofd en de lange vooruitstrevende lichaamslijn. De compositie bestaat uit deze geknikte diagonaal en een zigzaglijn. De zigzaglijn begint bij het hoofd en loopt tot het gebogen standbeen. Voor het gemeentehuis in Bokstel staat het kunstwerk Baken. De stabiele oervorm van dit kunstwerk herinnert aan de oudste piramides en aan obelisken, maar heeft nu een menselijke maat. Materiaalgebruik en kleur dragen bij aan een onverzettelijke uitstraling die het heeft. Maar het onopvallende, afgeplatte dakje sluit deze robuuste, architecturale vorm juist luchtig af. Het oppervlak wordt verlevendigd door moppen in een dobbelsteenpatroon. Het Molenhof vinden we het beeld Ontmoeting. 9 mensfiguren staan schouder aan schouder. Ze zijn gelijk van opzet, maar toch verschillend. 9 individuen die elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen qua levensfase en woonomgeving. Ze zijn saamhorig, maar staan ieder afzonderlijk, fier en hoog op hun eigen benen. Ze staan samen op een hoog segment en weerspiegelen zo de vorm van het appartementencomplex. Op het dorpsplein in Lennesheuvel staat het beeld Samen sterk. Uit een heuveltje verrijst een stam waaraan 4 figuren ontspruiten. 2 muzikanten, een boer en een ambachtsman. Op deze figuren staat een fantasievogel met 4 poten. Bovenop torent een mannetje. Zijn afdruk komt terug op het zegel op de zuil, met eromheen de tekst: Lennesheuvel, samen sterk. In de Ossenpadtunnel vinden we de kunstwerken Gedeelde herinneringen. Je bent lekker buiten en geniet samen met de koeien van het groen rondom kasteel Stapelen. En dan word je ineens in tunnel ingeleid. Tot je verrassing kom je de koeien in de tunnel ook weer tegen. Nu staan de koeien op 4 handbeschilderde delfsblauwe tegeltableaus. Ze grazen rustig door en kijken je goedmoedig aan. Bij nadere beschouwing zijn er ook ossen bij. We zijn in de Ossenpadtunnel. Plotseling hoor je zacht geloei en fluitende vogels. Thank you.
Aan het Magdalena van der Stappenpad hangt het kunstwerk Vrijwilligerswerk. Twee melodieus deinende groepen ontmoeten elkaar en geven elkaar de hand. De individuen zijn goed te onderscheiden, maar er is ook sprake van een sterke onderlinge verbondenheid. Deze compositie van silhouetten is uit één stuk kortenstaal gesneden en met enige tussenruimte op een onderplaat bevestigd. De tekst is gestanst en met een duimbreedte afstand op de grondplaat geplaatst. De tekst luidt 2001, jaar van de vrijwilliger. Vrijwilligerswerk werkt altijd. In Park Molenwijk staat het beeldje De Papierschepper. In het park tussen het Leijzerven en restaurant Molenwijk staat op een voetenbankje een hardwerkend ventje. Het kind is in de weer met een platte zeef waar het water uitdruipt. Het massieve werkblok verbeeldt twee kuipen. Bij Liduina staat het beeld Ontluiken. Stengel en kiembladen vormen een dragend bekken waarin zich de bloemkelk ontvouwt. Sokkel en beeld zijn in dit kunstwerk één. De schutbladen beschermen de knop, maar belemmeren hem niet in zijn ontwikkeling. In een spiraalsgewijze beweging ontrollen de bloembladen zich. Het lijken wel uitstekende beentjes. In het hart van het beeld valt het licht op een vitale kern, het vruchtbeginsel. Ontluiken verbeeldt in een geabstraheerde organische stijl de levenscyclus van een plant en is op te vatten als een metafoor voor geboorte. In de retentievijver aan de Hendrik Verheeslaan zien we Barbus Barbus. In een oase van groen, liggend op het water, doemt het beeld op. Met een soort kop en rechtopstaande ribben daagt het je uit. Eromheen lopend ontdek je dat de onderdelen iets wat gebogen zijn, waardoor het beeld lijkt te bewegen. Door hun ritmische regelmaat voegen de losse elementen zich samen tot een krachtig zwemmende vis. Op de binnenplaats bij MBO Sint-Lucas staat het beeld Gevleugelde Stier. Boven de granieten zuil, op een roestvrij stalen pin, zweeft een primitief aandoend organisme. Zijn visachtige lijf wordt in een krachtige kromming voortgestuwd door een staartvin. Aan de andere kant bot het lichaam uit in een kleine kop. Deze wordt omkranst door een hoefijzerachtige vorm. Een vis, dan wel een vliegende vis. De vinnen kunnen ook vleugels zijn, maar de titel vertelt dat het een stier is. In het hoefijzer kun je de horens zien. Dan is het een gevleugeld wezen met horens. En dat is een evangelistensymbool van Sint-Lucas, de naamheilige van de school. Bij waterschapsgebouw De Dommel aan de Bossenweg staat het kunstwerk Oerbank. Nabij de Dommel staat een soort bank in de vijver naast het waterschapsgebouw. De bank is gemaakt van golvende en rechte platen korte staal en zweeft net boven de waterspiegel. Bij laagwater kun je er via stapstenen zelfs op gaan zitten. De holling aan de achterzijde doet denken aan een golfbeweging. Op de lange voorzijde is een sierlijke lijn aangebracht met op het einde een punt met daaronder de tekst: alles heeft zijn oorsprong. MUZIEK
Naast de liftkoker bij het station staat het kunstwerk Lichtbaken. De spoorwegboom is al vanuit de verte te zien. Hij staat precies in de as van de stationstraat. Met zijn rode toplicht zet hij zelfs vanuit de lucht het station op de kaart. De constructie heeft iets van een openstaande spoorwegboom, maar dan wel een uitschuifbare. Dit omhoogstrevende rood en zilveren lichtbaken sluit aan bij de kleurstellingen en transparante karakter van het stationsgebouw. Door aandacht te vestigen op bijzondere gebeurtenissen uit het verleden, wordt de beleving van de leefomgeving verdiept. In het gehucht Luissel, aan het eind van het zandpad Sint-Jorishoef richting Kapelweg, staat een monument van Kortestaal. In een roestvrij stalen plaat is een tafereel van een stervende soldaat, ondersteund door zijn makkers en gadegeslagen door een generaal te paard, in beeld. In 1794 vond de slag om Boksel plaats, waar Staatse en Engelse troepen vochten tegen het invallende Franse leger. Naast MBO Sint-Lucas staat het beeld Engel. Voor de witte muur rijst een bronzen engel op. Dit wezen heeft zowel de heupen van een vrouw als de torso van een man. Staand op de tenen, met de vleugels nog uitgeklapt, lijkt de engel net geland te zijn op de hoge sokkel. De grote gebogen vleugels reiken van boven het hoofd tot aan de hiel. Hun rafelige contour en rulle oppervlak suggereren lichtheid en beweging. Bij het kruispunt Lennesheuvel-Mijlstraat, naast de voormalige brouwerij Den Engel, staat in de berm op een tafeltje een ruimtelijke tekening in korte staal en gespoten metaal. In beeld zijn de contouren van een ouderwetse koffiepot. En daarvoor tuimelt een bierglas dat in de 15e eeuw al in bronnen wordt vermeld. Het geeft aan dat Brouwerij Den Engel een gastvrije herberg was. Bij de ingang van verzorgingstehuis Simeonshof staan twee beelden die samen het kunstwerk Simeon vormen. Een naturistisch vormgegeven man en vrouw staan in balletpose elk op een rotsblok. De man houdt in zijn omhooggestrekte armen een wereldbol, met daarop een kind dat met uitgestrekte armen kijkt naar de duif op het hoofd van de vrouw. De duif vliegt op in zijn richting. Een eerste duif is al bij hem aanbeland. Het kunstwerk symboliseert levensvreugde. In de vijver bij de raadzaal van het gemeentehuis staat het beeld Eenden. Deze eenden vinden we ook in het logo van de gemeente Boksel en in het gemeentewapen. Ooit waren deze eenden bevestigd op de grote zwerfkei die langs de Keulse baan staat als herinnering aan de naam keistampers, zoals Bokstelaren vroeger genoemd werden. Bij het oude raadhuis aan de Dorpsstraat in Liemt vinden we de struifbakster.
een forse vrouw, staat stevig in haar klompen. Met een kapje en een schort roept ze de wereld van Ot en Sien op. De vrouw is druk in de weer. Met beide handen houdt ze haar koekenpan stevig vast. Ze is een pannenkoek in de lucht aan het keren. Op het plein met de vijver, naast het Pastoor de Beerpad, zien we een opmerkelijk relief genaamd Zonnehoek. Het kunstwerk bevindt zich in een muur van keien, gevat in ijzervlechtwerk. In de stralenboog komt de zon je tegemoet. De ronde kern is opgesierd met een kruis en een vis. Twee kinderen maken de compositie compleet. Ze gaan ieder hun eigen weg. In de volgende uitzending laten we kunstwerken zien die in Boxtel, Liemt en Lennesheuvel zijn geplaatst in de periode 1985 tot 2005.